Wat een geweldige introductie. Met ons voorgeschoten door de Sint-Jansharmonie. Op deze, ik denk toch wel, heel bijzondere dag. Dames en heren. Mede namens mijn vriendinnen Nel Major en Emmy Verver. En vrienden Ronald van den Brink en Herman Kroes van het bestuur van de stichting De Goede Herderkapel. Heet ik u van harte welkom bij dit unieke samenzijn ter gelegenheid van de inwijding van de Goede Herderkapel door Pastor Vriend. Op de historische plaats waar eens Lambert Herder zijn schapen hield en pastoor Platvoet als bouwpastoor de goede Herderkerk aan het Zeevent en daarmee aan Laren een gezicht heeft gegeven. Zo 5 jaar geleden begon Herman Kroes aan zijn missie om hier op deze driesprong waar we nu staan dan een kapelletje te laten verrijzen ter herinnering aan de Goede Herderkerk die hier gestaan heeft, maar ook aan Lambert Herder die schapen hier hield. De bouw van de Goede Herderkerk, en als je de bel van rond 1950-60 instaat, dan heet die niet de Goede Herderkerk, maar de Kerk van de Goede Herder. Want constant bij elke aankondiging stond daar boven de Kerk van de Goede Herder, tot mijn verbazing. Terwijl ik denk, en in deze volksmond het nog steeds de Goede Herderkerk is, werd door het toenmalige kerkbestuur genomen op basis van de na de Tweede Wereldoorlog sterk gestegen aantal, en vele katholieke inwoners van de gemeente Laren, waarbij het gebied aan het Zeevent een prominente rol voor zich opeiste. Ik heb dit zo gedaan, want ik dacht dat het zou gaan regenen. En dacht ik, kan ik het alsnog een beetje meelezen. Dus ik moet het af en toe even omslaan. De Laarder Courant de Bel schreef dan ook in haar editie van 15 januari 1954. Het ziet er naar uit dat er op het Rooms-Katholieke erf veel gebouwd zal worden. En de Bel somde achtereenvolgens op dat de bouw van het verzorgingshuis aan de Eemnesweg, Johanneshoven, gewettigd was. De noodzaak van de bouw van een kleuterschool bij de Rooms-Katholieke Meisjesschool aan het Kostverloor. Dat de Rooms-Katholieke Jongensschool vergunning had ontvangen voor een gymnastiekzaal. En pastoor Platvoet zeker zijn best zal doen om te bewerkstelligen dat met betrekking tot de bouw van de Goede Herderkerk ook dat jaar met de voorbereidende werkzaamheden zou worden begonnen. Als architect werd de Delftse hoogleraar Marinus Jan Grandpré Malière ingehuurd, die in neo-romaanse stijl een prachtig en heel bijzonder kerk ontwierp. Waarvan dit kapelletje in een silhouet vormgeving is afgeleid en ontworpen. Weliswaar met ultramoderne technieken. Zo heet zo'n computer, geloof ik. Het centraal geplaatste kruis dat in deze vormgeving is verwerkt, is afkomstig uit de Goede Herderkerk en met behulp van meneer Kroes naar Laren gehaald. Ja, nu het heb over meneer Kroes. Herman Kroes gedroeg zich, net als pastoor Platvoet, als een bouwpastoor. Hij verzamelde een aantal van oorsprong Larense ondernemers om zich heen, die zich gezamenlijk borg stelden van het ontwerp tot en met de uitvoering. En geen van hen is gedurende het proces afgevallen. Waarbij alleen de kosten van de materialen die gebruikt werden in rekening zijn gebracht. Herman Heij stormde de politiek en moest vaak tandenknarsend accepteren dat ondanks een unaniem genomen raadsbesluit, meneer Wortel, het 4 jaar duurde voordat alle maatschappelijke processen, hordes die je allemaal dient te nemen, tot het verlenen van de bouwvergunning genomen waren. Hij richtte een stichting op en ontdekte dat ook een notaris een gewoon mens is. Hij liet geen gelegenheid onbenut om instellingen, organisaties, individuen te benaderen om hun bijdrage, hoe groot of ook hoe klein, ze waren zeer welkom. Hij, Herman, kortom dames en heren, zo kan ik nog uren doorgaan, maar ik denk dat Herman dat me niet in dank gaat. We willen zoeken om Herman hier te hebben en Gerard Beentjes, onze voormalige dorpsdichter, die ook in dit proces een zekere rol gespeeld hebben.
ik heb een Herman het verzoek, want u heeft toen hij binnenkwam allemaal gezien dat daar nou vermoedelijk een zwerfkeis staat, maar met een zak eroverheen. Dat had een betekenis. Daar staat namelijk een zwerfsteen over. Nee, laat ik het nog wel iets anders benaderen. Gedurende de 4-5 jaar dat de city met deze kapel bezig was, heeft Gerard Beentjes een gedicht gemaakt over dit kapelletje. Hij heeft mij verteld dat dat nogal veel moeite gekost heeft om die gedachten die hij had goed weer te geven. Wat hebben we nu gedaan? Natuurlijk, Herman Kroes was daar de motor achter. We hebben in een zwerfkei dat gedicht laten bijtonen. En dat zal Herman nu onthullen. Dat is leuk, Henry. Die steen, het heet de Goede Herder, daar komen we straks nog wel op terug. Die steen en die kerk zijn nu niet meer te scheiden. Ik wou Gerard vragen, zijn manier van praten is zo anders dan wij gewoon doen, maar hij heeft een inhoud waarvan de boodschap nog duidelijker is wanneer hij hem zelf uitspreekt, dat ik hem zal vragen het gedicht voor u voor te dragen. Dan maar het boek. Het gebouw bestaat niet meer, maar de Goede Herder herleeft in Laren. Gelovigen herdenken al jaren de kerk van hun jeugd en van later. Gelieven weten waar zij trouwden. De een herinnert zich het verleden, de ander een donderpreek, gebeden, de zonde, de biechtstoel, het berouw. De kudde koestert het verhaal. De weerkeer van het verloren schaap. Geluk op de schouders van wel eer. De gemeenschap herbouwt weer wat verdween. Innerlijke vrede als toevlucht uit het haastig heden. Op verzoek wilde je straks nog wel een keer doen, hè? Ik zou nu graag de Sint-Jansharmonie samen met het Sint-Jan Goede Herderkoor willen uitnodigen om als inleiding, en dat is toch eigenlijk de reden waarom we hier bij elkaar zijn, de inwijdingsplechtigheid van deze kapel als inleiding daartoe Rex Clementissimum. Mo. Nie. Nee. Voor ons te doen.
Even hebben we ons zitten afvragen of de pastoor vandaag wel nodig was. Want er zou zoveel regen naar beneden komen dat daarmee misschien de inzegging wel had plaatsgevonden. Maar ik denk dat Pastor Vriend een zekere relatie met boven heeft en de regen heeft willen tegenhouden, waarmee die, en daar wil ik mevrouw uitnodigen, tot de inwijdingsplechtigheid kan overgaan. Laat ons bidden. Heer onze God, toen na de oorlog deze wijk in Laren werd gebouwd, bent u met uw volk meegetrokken als de goede herder. Met vereende krachten werd een waardig godshuis opgericht, waar het geloof beleden kon worden in u, Vader, en in de Zoon en de Heilige Geest. Blij werden er kinderen binnengebracht om gedoopt te worden. Oprecht wordt het ja-woord voor uw altaar uitgesproken tijdens de huwelijksinzegening. Bij ziekte, eenzaamheid en allerlei verdriet laten mensen hier hun tranen gaan op zoek naar vertroosting. In vertrouwen op u worden de dierbare doden uitgedragen onder het zingen van het In Paradiso. Over jongeren wordt de kracht van uw Heilige Geest afgesmeekt. En heel de gemeenschap wordt in de Eucharistie, in de ontmoeting met de verrezen Heer, binnengevoerd in een nieuw en eeuwig verbond. Nu is hier dit teken opgericht, Vader, om niet te vergeten. Wij bidden u, zegen dit monument, dat zij die er naar opzien zich mogen realiseren, dat u ons ook nu als de goede herder wilt voeren naar de bron van levend water, water dat opborrelt tot eeuwig leven. Ja, dit was dus waar het om ging. En ik zal het moment toch mijn hele leven herinneren. Ik vind iets, zoals vele dingen, Laren iets heel bijzonders. En als er iets bijzonders is, dan... Nee, voor iets anders bijzonders wil ik uitnodigen Herman en Corrie Krijn. Ik zou hun graag willen vragen om nu, één moment nog, hun witte duiven, symbolen van de boodschap van de vrede, die we graag met elkaar en alle mensen willen delen, het luchtruim in te laten zijn. Maar tegelijkertijd zal het koor Eco Zoom Pastor Bonus. Ik ben de goede herder zingen. Dus als de duiven gaan, dan is de goede herder weer hier. Ga je. Moet je even een foto nemen? Drie duiven. Leuk. Twee vier, zes. Eco Zoom Pastor Bonus et Conjosco Oves Meas. Vertaling: ik ben de goede herder. Maar verder. Ik ken mijn schapen
En zij, dat zijn mijn schapen, kennen mij. Fantastisch. Dank jullie wel. Tot slot wil ik u allen bedanken namens Herman en zijn makkers, laat ik ze maar zo noemen, voor uw aanwezigheid. En we willen graag afsluiten met U zij de glorie, zowel door het koor als de harmonie. En ik hoop dat u met z'n allen daarin meezingt, want ik vind maar hartelijk dank voor uw aanwezigheid en misschien tot een andere keer. Yo, yo, yo.
Thank you.